In jouw tijd, een van de patrons was natuurlijk Lerby. Ja. Dat ging niet altijd even vriendelijk, nee, toch? Nee, dat was grensoverschrijdend gedrag. Ja, vandaag de dag, ja. Sören Lerby. Wat dan, in de douche? Als we achteraf nog een onderzoek gaan in... Ja, dan is Sören de lul, ja? Ja, Sören zwaar de lul, ja. Ja. Maar waar praat je over dan? Wat gebeurde er dan? Nee, maar weet je, dat ga je niet zeggen. Wil je de volgende keer alsjeblieft dit beter doen of zo? Nee. Maar Sören vond eigenlijk iedereen... niemand kon er wat van. Nee, alleen Sören zelf. Ja, nou, dat had hij ook nog niet. Nee, maar hij, weet je, hij riep je wel te orde. En dat werd allemaal geaccepteerd, omdat hij zelf natuurlijk altijd voorop in de strijd ging. Alleen het vervelende is met dat soort figuren, op het moment dat ze zelf minder worden... Dan hebben ze ondertussen in een elftal zoveel vijanden al gemaakt. Ja, dan... Je zit erop te wachten dan, dat minder wordt. Ja, dan gaat het natuurlijk hard. Ja. Op het moment dat je dat zelf niet meer kan. Maar ik vind dat altijd wel mooi. Kijk, je kan wel een leider... Kijk, als je leider bent, dan moet je ook impopulair durven te zijn. Toch? Ja. Niet alleen een handje geven en het vaantje wisselen. Maar gewoon iedereen corrigeren. En als het... Ja, en dat gaat niet... alsjeblieft. Gewoon godverdomme. Ja, godverdomme, dat was even de standaardwoorden. Kutbal, ja. Weet je, kutbal. Ik weet toch dat ik links ben en niet rechts, weet je. Weet je, maar dat, ja, ik vond het nooit zo erg, weet je. Want ik vond het altijd wel... Ik werd er ook wel weer scherper van. En je wist natuurlijk, als je loopt te kutten, dan heb je een probleem met hem. Dus dat... Wie was het bij jou toen je net begon, bij Ajax? Eigenlijk Grim. Grim, Fred, ja? Grim, ja, die was altijd... Wie? Fred Grim. Grim. Die keep, weet je wel. Die... Fred Grim. Ja? Die verbazing ook. Ja, ik heb ook nog een tijdje meegemaakt. Ja, altijd schreeuwen, jongen. Ja, maar dat deden we altijd. Korte partijtjes, 3-3. Weet je wel, dat partijtje scherp. Ja, dat is leuk. Was hij bezig, jongen. Het schuilde en dit en dat. Ik dacht, wat is dit dan, joh? Dat is niet normaal. En op een gegeven moment was ik er een beetje beroerd van. En toen, maar je wordt er wel agressiever van. Dus. Maar ik ook naar hem toe. Ja. Oh, nou is je bek tegen, weet je wel. Dat was een jong jongetje nog. Maar hij zette je wel scherp en dat was wel goed. Maar wel opmerkend dat het Fred Grim was, ja. Als Wim al reageerde. Ja. Ja, maar ja, we waren die jonge jongens, die kwamen net kijken. En, hij wilde gewoon winnen, presteren en dan ging hij ons scherp maken. Ja, maar niet direct een van de toonaangevende spelers, zou je denken. Nee, maar er waren wel heel veel nieuwe spelers toen bij ons. En, dus hij was wel een van de ouderen. Ja. Dus hij had veel ervaring natuurlijk. En hij kon het wel zeggen. Ja, hadden jullie het ook een probleem dat er niet zoveel toonaangevende spelers waren toen jij net binnenkwam? Of waren er nog wel een aantal toen? Nee, toen waren er wel een aantal. Hoor. Ja? Ja, maar met name bij Nederland, toen ik bij het Nederlands zelf er kwam. Toen was het echt die generatie van Frank de Boer, Clarence Seedorf of Davids. Ja, dan... Ik was blij, weet je, moesten we eten. En dan was je blij als je weer naar je kamer mocht, hoor. Ja, echt zo? Ja, echt. Dan heb je geen zin om... Ik wil niet bij een kamer zitten. Nee, maar ook zeggen... Er staat een mandje met de brood, toch? Ik heb heel veel generaties meegemaakt, hè, bij het Nederlands elftal. En langzaam werd dat... Ja, steeds makkelijker, weet je wel, dat die gasten erbij kwamen. En die gingen zelfs tijdens een rondootje niet erin. Gingen een discussie aan, weet je, nieuwe gasten. Hmm. En bij ons was dat niet, weet je. Dan kwam je erbij en dan deed je een rondootje. Speelde je een goede bal in, bijvoorbeeld naar Frank de Boer. En die verspeelde hem. Dan ging ik in het midden. Ik ga wel. Ja. Want anders krijg je een discussie. Ja. Ik ga wel. Ja. En dat werd steeds minder. En op een gegeven moment, dan wezen ze jou naar het midden met de 100 interlands. Ja, maar dat met dat eten is echt zo. Ja. Met dat eten. Ja, maar dat eten is echt zo. Oh. Maar echt bloedzenuwachtig dan ook. Je kreeg dan 's ochtends, of de dag ervoor kreeg je dan de lijst voor de volgende dag. Weet je? Daar stond alles op wat je ging doen. Ja. En ontbijt, lunch en diner, die vond ik verschrikkelijk. Echt. Dan moest je met die gast aan tafel, weet je. Ja. En elke keer natuurlijk bij anderen. Ja, en dat waren momenten. Kijk, sta je op het veld met ze, dan ga je mee tijdens die training en dan durf je ook nog wel wat te zeggen. Weet je wel? Ja, je kijkt er te veel tegenop. Maar zo hoort het toch ook. Ik bedoel, je komt in een nieuwe omgeving, je bent nieuw. Ja, Je moet je eerst bewijzen. Ja. Eerst bewijzen en dan kan je praten. Dus, maar hoe waren ze naar jou toe dan? Waren ze wel een beetje oké? Of gingen ze je ook testen? Nee, natuurlijk word je getest. Dat is logisch. Ik zat op een gegeven moment dat Frank de Boer. Had ik weer een half uur aan tafel gezeten en niks gezegd. En dat hij naast me dat zegt, jezus Wes, hou nou eens een keer je kop. Want je loopt over van mijn kop, man. Ja, zo'n kop natuurlijk. Ja. Ja, dat hoort er allemaal bij, joh. Die heb ik dat heb je later, neem ik aan, zelf. Die heb ik allemaal meegenomen, zou ik zeggen, dat heb je later zelf ook wel een paar keer gedaan, natuurlijk. 100%. Ja. Ervaring. Ja. Wie zit nog steeds schuttend thuis op de bank, als hij dit hoort, als hij aan jou denkt? Ja, weet ik niet, joh. Er zijn er zoveel gepasseerd. Ja. Maar je daar wel een klein geintje uitgehaald, neem ik aan, toch? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Er zijn wel geintjes. Maar niet eentje die me nu... Nee? Nee. Jammer. Ja, we bereiden niks voor, we doen maar wat.